Hey, what's up? Ik ben Johnny 13 en ik ben vandaag in Salingen voor de eerste stop van de Three Nations Cup 2019. 8 stops dit jaar van 2 dagen. En ik vind het gewoon weer leuk om jullie mee te nemen met deze vlog. Dus ik zou zeggen, kijk mee! Inkomen kan ik wel zeggen hoor. Eind vorig jaar ben je gewoon met zoveel camera's in de weer en je stuurt af en toe je drone eens een keer de lucht in en je zet je actioncam even daar neer en je vlogt nog even wat tussendoor. Maar als je een tijdje het niet gedaan hebt, dan kom je er eigenlijk wel achter dat het best wel veel werk is. Dus ja, ik moet echt even inkomen. De laatste wedstrijd van zaterdag, de dames. Ik probeer nog wat opvullende shots te maken die ik nog niet had. En ik probeer wat meer met deze camera te filmen. Want dit is tenslotte mijn backup camera. En ik heb nog niet zo heel veel uurtjes gemaakt met deze. Dus even wat shots alleen met deze camera. Ja, op jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht, gegen die Kim zu fahren und war sehr hart, aber war cool, ja. So, dag 2 hier in Solingen. 2 wedstrijden vandaag. Dat maakt het een beetje lastig om te zorgen dat je genoeg footage hebt, want ja, je hebt maar 2 kansen. Maar goed, we beginnen om 9 uur met de nieuwelingen en dan om 11 uur de elite. Dus het kan een heel kort ochtendje worden, maar ik moet enorm mijn best doen om te zorgen dat ik genoeg voedertje heb. De eerste wedstrijd is in volle gang. Junioren onder 19 jaar. Het gaat echt heel erg snel. Daarom ga ik ook eerst even kijken hoeveel rondjes we nog moeten rijden. Zodat ik niet de finish ga missen. Dat is me gisteren wel gebeurd. Maar dat heb ik wel weer heel erg creatief opgelost, vind ik zelf. En daarna gaan we ons opmaken voor het klapstuk van vandaag. De elite heren. Nog 3 rondjes. Dat betekent dat we nog wat extra shots kunnen maken. Ik loop even naar de eerste drop. Die is echt heel vet, dus daar kunnen we wel wat toffe shots maken. Het is misschien heel gek, maar als skateboarder heb ik echt nog nooit een grote lens gehad. Al die jaren heb ik zonder gedaan. Nu heb ik er wel eentje, een beetje skateboardstijl in het mountainbiken. Ik was gelukkig ruim op tijd. Er moesten nog 3 rondes gereden worden. Dat gaf mij heel even tijd om de boel her te pakken. Een regenhoes om mijn camera aan te doen en een regenjasje aan te trekken. Want het begint een beetje te regenen. En de laatste ronde is nu ingegaan. Dus ik ga me opstellen bij de finish om dat moment vast te leggen. Finish gehad, interviewtje gedaan. Ik heb nog 1 shot nodig en dat is de prijsuitreiking. Dat zal niet zo heel erg lang duren. En dan stappen we in de auto en dan gaan we de boel weer editen. Zo, de laatste prijsuitreiking heb ik gefilmd. Ik heb nog een 3e interview gedaan, dus ik heb meer dan genoeg footage voor een video. Ik ga nu achter mijn computer zitten, want er moet natuurlijk vanavond weer
een edit online staan. Volgende week sta ik in Beringen bij wat ik vind het vetste parcours van de Three Nations Cup. Ik neem jullie dan gewoon weer mee, dus ik zie jullie dan. Muscle!